Goedemiddag, welkom bij deze online bijeenkomst over participatie. Mijn naam is Erik Thom en ik ben manager participatie. In het komende uur ga ik jullie meenemen in de participatievisie van Abrona. En even voor jullie informatie, we staan hier in een setting in het dienstencentrum met een heleboel mensen achter de tafel die jullie niet zien. En ik sta hier van autocue een verhaal te lezen. Dus ik hoop dat het goed gaat en dat jullie de informatie meekrijgen die wij graag willen geven. Als je vragen hebt over zaken die je hoort of ziet tijdens deze bijeenkomst, dan kun je die gewoon in de chat zetten. Er zijn hier twee dames, Ilonka en Lisa, die de chat keurig bijhouden. En op het einde van deze bijeenkomst gaan we nog even in op de vragen. En mocht dat te veel zijn, dan zetten we de antwoorden gewoon in de chat. Deze bijeenkomst wordt opgenomen en de opname die wordt straks gepubliceerd op intranet en op internet. Daar worden even berichten over verspreid. Dat betekent dat medewerkers dat op intranet terug kunnen kijken. En familie en cliënten, die kunnen de link gewoon openen en die kunnen dan op internet kunnen ze de film kijken. De mensen die wij ondersteunen, de cliënten van Abrona, hebben enkele jaren geleden aangegeven behoefte te hebben aan een betere invulling van de dagelijkse activiteiten. Van daaruit is het project Zinvolle Dag gestart. Samen met Pieter Reinders van Happy Goose is hard gewerkt aan de doelenboom Zinvolle Dag. Vorig jaar ben ik begonnen als projectleider Zinvolle Dag. En tijdens mijn kennismaking met de organisatie hoorde ik dat de reorganisatie van 2015 niet op alle punten heeft gebracht wat men ervan had gehoopt. En kwamen mensen in posities onvoldoende aansloten bij hun interesse en competenties. Bij het toelichten van de plannen van participatie kreeg ik regelmatig te horen dat dit vroeger ook zo werd gedaan. En daarom gaan we, met het behoud van al het goede wat we hebben, de waardevolle ervaring uit het verleden en gebruikmakend van ieders talenten en interesses, verder bouwen aan de invulling van participatie. Ik ben in de afgelopen tijd heel veel enthousiasme tegengekomen als het gaat om aandacht voor de zinvolle dag. Naast enthousiasme is er ook op veel plekken kennis in de organisatie die we weer volop gaan inzetten. We hebben de doelenboom bijgewerkt. De zinvolle dag, dat wil eigenlijk zeggen dat we een betekenisvol leven hebben. Of het gewone leven ervaren. Een zinvolle dag is dus eigenlijk niets anders dan meedoen, participeren. En daarom heet de nieuwe afdeling ook afdeling participatie. En dat woord participatie is best een ingewikkeld woord, maar binnen de centrale cliëntenraad van Abrona is daarover gesproken en hebben ze gekeken wat is dat nou eigenlijk participatie. En participatie betekent actieve deelname. Het is afgeleid van twee Latijnse woorden, namelijk pars, deel, en cipere, neem. Dat betekent dus dat we het woord participatie moeten gaan uitleggen. En dat we iedereen moeten gaan vertellen wat het nou precies wat wij daarbij Abrona bedoelen met het woord participatie. Participatie is ook de kern van de visie 2030... van de VGN, de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. En die hebben daar een filmpje op gemaakt en een tekst over geschreven. En die is heel interessant om eens te bekijken. Dat staat op www.vgn.nl/visie2030. En deze visie is ook vertaald naar een video. En die video die heet De Droom van Jeroen. En deze korte video wil ik nu graag laten zien. VGN. Onze visie voor 2030. Dit is Jeroen. Jeroen is 32 en heeft een licht verstandelijke beperking. Maar een groot deel van de week doet dat laatste er eigenlijk helemaal niet. VGN. Onze visie voor 2030. Dit is Jeroen. Jeroen is 32 en heeft een licht verstandelijke beperking. Maar een groot deel van de week doet dat laatste er eigenlijk helemaal niet toe. Voor hem niet en voor de mensen om hem heen niet. Hij is gewoon Jeroen. Hij is keeper van het derde elftal van VV De Haantjes. Hij heeft een banketbakkersopleiding gedaan en werkt 4 dagen in de week als taartenbakker. Hij gaat vaak naar concerten met vrienden en met zijn ouders op verre vakanties. En oh ja. Hij is behoorlijk verliefd op Sandra. Ze wonen sinds kort samen in de winkelstraat boven de slager. Jeroen heeft een betekenisvol leven. Hij heeft veel relaties en doet volop mee in de samenleving. Zoals Jeroen zijn er nog 1,5 miljoen andere mensen in Nederland, met een lichte of juist een zware beperking. Onze droom is dat over 10 jaar alle mensen met een beperking, net zoals Jeroen, gewoon kunnen meedoen en een leven leiden dat betekenisvol is. Dat is het hart van onze visie. Maar om dat voor elkaar te krijgen, moet het anders. Dat kunnen we als gehandicaptenzorg niet alleen.
We zullen als hele samenleving onze schouders eronder moeten zetten. Nu stellen we als professionals vaak de cliënt en zijn of haar beperking centraal. Zo leveren we misschien wel goede zorg, maar dragen we niet altijd bij aan het meest betekenisvolle leven van iemand met een beperking. Want betekenis wordt gegeven door sociale contacten en door mee te doen in de samenleving. Dat geldt voor iedereen, voor mensen met en zonder beperking. Hoe gaan we dat bereiken? Allereerst gaan we ons nog meer richten op de gemeenschappen en netwerken rond iemand met een beperking. Die ondersteunen en versterken we. Bijvoorbeeld in samenwerking met het ROC, zodat Jeroen als reguliere student de banketbakkersopleiding kan doen. De bakkerij of de voetbalclub, zodat Jeroen daar volwaardig kan meedraaien. De familie van Jeroen of de woningbouwvereniging, zodat Jeroen en Sandra zelfstandig kunnen wonen. De kracht van de gemeenschap is het allerbelangrijkste. We benutten, versterken en ontwikkelen de ervaringskennis en professionaliteit van alle mensen in de gemeenschap rond iemand met een beperking. Van Jeroen zelf, zijn familie- en vriendenkring, de buurvrouw en de zorgprofessional. Daarnaast kan technologie een veel grotere bijdrage leveren. Slimme oplossingen op bijvoorbeeld het gebied van wonen, leren, taal of gezondheid kunnen ontzettend helpen en ondersteunen. Met deze visie ontwikkelen wij ons meer als maatschappelijke beweging die zich inzet voor een vriendelijke sociale samenleving, waarin mensen met en zonder beperking gelijkwaardig aan elkaar zijn, samen met elkaar leven en van elkaar leren. Maar dat lukt alleen als we het met z'n allen doen, als hele samenleving. Deze vier pijlers ondersteunen het hart van onze visie, zodat binnen 10 jaar ieder mens met een beperking zoveel als mogelijk gewoon meedoet in de samenleving. Meer weten over onze visie? Ga naar www.vgn.nl/visie2030. Dus Jeroen, misschien niet het voorbeeld waar jullie meteen aan denken, maar het principe blijft toch hetzelfde. We zijn dus een beweging die ervoor zorgt dat mensen met een beperking mee kunnen doen in de samenleving. Daarvoor zijn we op aarde. Dat is onze purpose, onze raison d'être, de reden van het bestaan van de Brona. Nou, meedoen in de samenleving, participatie, wat is dat nou precies? Ik heb hier aan tafel zitten Marielle Verkleij. En Marielle, jullie houdt zich daar al een tijdje mee bezig, mensen mee te laten doen in de samenleving. En Marielle, betekent het nou dat iedereen straks op zichzelf moet gaan wonen en een baan moet gaan hebben, een betaalde baan? Of hoe zie je dat dan voor de mensen die wij ondersteunen? Nee, zeker niet. Mensen die wij ondersteunen zijn mensen die een zorgvraag hebben. Dus die hulp willen met iets in hun leven. En dat kan zijn misschien iets van wonen, werken, vrije tijd. En waar het eigenlijk om gaat, en dan kan ik zeggen dat is heel gewoon. Gewoon het leven wat wij leiden. Misschien naar een sportclub, de hond van de buren uitlaten. Naar dagbesteding, betaald werk waar dat wel kan. Op kunnen schalen, maar soms ook even terug kunnen vallen. Op iets waar het wat veiliger en beschermder is. Dat is het eigenlijk. Niet meer, niet minder. Heel normaal dus eigenlijk. Ja, gewoon normaal. Ja, ja. Dus we doen gewoon passen bij het individu. Persoonsvolgend. Precies. Ja. Oké, dat is dan meteen een van de 3 pijlers die we hebben. Persoonsvolgend. En de 2e pijler is ontwikkelingsgericht. En dat wil zeggen dat ons handen gericht is op ontwikkeling. Ja, ontwikkeling is ook niet voor iedereen altijd weggelegd. Want soms is het sturen op behoud van vaardigheden al een hele opgave. Of zelfs een beperken van de verval aan vaardigheden al een enorme uitdaging. Bij ontwikkelingsgericht werken denken wij aan 4 vormen van ontwikkeling altijd. De zelfredzaamheid. Kan ik bijvoorbeeld op de fiets naar mijn werk gaan? Sociale vaardigheden. Kan ik omgaan met mijn collega's? Werknemersvaardigheden, zoals het voeren van een gesprek met je leidinggevende of uit op je werk komen. En de vakvaardigheden, bijvoorbeeld het repareren van een fiets of het bakken van een brood. De 3e pijler van participatie bij Abrona is inclusiegericht. Daarvoor hebben we een plaatje dat ik graag even toe wil lichten. Inclusie, we hebben het er vaak over, maar wat betekent dat dan eigenlijk? Nou, we hebben eigenlijk 4 vormen. We hebben uitsluiting, nou, dat zie je heel duidelijk. Hier zitten de mensen zonder beperking en mensen met een beperking of andere mensen horen er niet bij. Dan hebben we segregatie. Dan hebben de mensen die er niet bij horen een eigen clubje, zeg maar. Nou, vinden we ook niet oké. Okay. En dan heb je wel de laatste tijd veel gehad over integratie. Dus dat betekent dat je wel mee mag doen in de samenleving, maar je bent wel
een ander groepje. En wat we willen is dat je dus gewoon meedoet in de samenleving, inclusie. Dus integratie, segregatie en uitsluiting, dat is eigenlijk de keten van participatie in de samenleving. En dat is nu vol ingezet door de VGN en dat wordt ook volledig onderschreven door de medezeggenschapsraden, maar ook door de collega's bij mij binnen Abrona voor inclusie. En dat is de opgave waar we voor staan. Samenvattend, stel ik participatie bij Abrona op 3 pijlers. Zo als volgend. We doen dus wat bij je past. Ontwikkelingsgericht, we kijken waar we je kunnen helpen bij je ontwikkeling. En inclusiegericht, we kijken hoe we dat zoveel mogelijk en zo normaal mogelijk in de samenleving kunnen doen. Dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan, want we weten allemaal hoe moeilijk het is. En toch weet ik uit ervaring dat er veel meer mogelijk is dan je op het eerste gezicht denkt. Om dat optimale resultaat te bereiken, moeten we op de eerste plaats vanuit pedagogisch optimisme handelen. Ik heb dat geleerd van mijn collega Esther Faber. Dat betekent dus dat je denkt, weer denken in kansen en mogelijkheden vanuit je eigen deskundigheid. Daarnaast haal je de beste resultaten als je goed samenwerkt. En bij Abrona hebben we daarvoor een samenwerkingsteam. En dat bestaat eigenlijk uit een drietal disciplines. En die drie zijn woonbegeleiding, de behandelaar en participatie. En om nou eventjes een voorbeeld te geven. Marielle, jij bent eigenlijk een paar maanden geleden begonnen met vanuit die drie disciplines samenwerken. Je bent begonnen bij de Zonnelaan 100 om eens te kijken van dan kunnen we de mensen die daar zitten meer laten participeren, want het was een hele nadrukkelijke vraag die daar kwam. En inmiddels ben je ook bij Faros begonnen. En daar heb je dus ook die samenwerking ben je opgestart met de behandelaars en met de begeleiders. En kun jij zeggen hoe je dat nou doet en zorg dat je daarmee de kracht eruit haalt waarbij mensen goed kunnen gaan participeren? Jazeker. Die driehoek, hè, want dat is eigenlijk een beetje, hè, je deed net al even die driehoek van behandeling, wonen en participatie is essentieel, omdat mensen die wij begeleiden, die wonen ergens, die werken ergens en die hebben soms behandeling, of mensen behandeling op de achtergrond. En met elkaar moeten we om die persoon gaan staan. En iedereen op zijn eigen discipline. Want iedereen heeft binnen zijn eigen discipline zelf de kennis over dat vakgebied. En daardoor kun je het bundelen met elkaar. Degene van participatie zien de mensen niet thuis. De mensen van thuis zien de participatie. En al die informatie is essentieel om persoonsvolgend te kunnen werken en ontwikkelingsgericht te kunnen werken. Dus dat eigenlijk. Ja. En wat doe je nou specifiek als jij een casus oppakt in relatie met die PB om te kijken van hoe gaan we dat nou ondersteunen? Dan gaan we eigenlijk met de behandelaar, woonbegeleider en ik als participatiecoach gaan we zitten. Nou, afgelopen tijd is het natuurlijk via Teams gebeurd. Maar dan gaan we met elkaar zitten en dan gaan we eigenlijk eens kijken. Hey, we hebben de participatieladder. Waar staat iemand nou op de participatieladder? Om te kijken, wat is de status nu? Dat zegt helemaal niks over wat iemand kan of wat iemand wil of wat de mogelijkheden zijn. Maar waar staat iemand nou nu? Mm-hmm. En het is belangrijk om te weten, om te kijken welk stapje we kunnen zetten. En die stapjes hoeven niet groot te zijn. Juist kleine stapjes zijn vaak belangrijk. En die dan weer stabiliseren en dan weer een stapje. En met elkaar kijken we eigenlijk daarna, wie is iemand nou echt? Wat zit er nou achter vaak de diagnose en de beperking waar wij vaak naar kijken? Wat is iemands hobby? Wat is iemands lievelings, zeg ik altijd wel eens. Houdt hij van roze koeken of houdt hij van paarden? Houdt hij van, waar houdt iemand van? Wat vindt hij leuk om te doen? Waar is hij trots op? Waar wordt hij blij van? Dus wie is echt de persoon? Wie is die echt? En dan kunnen we gaan kijken hoe we daarbij kunnen aansluiten. In interesses eigenlijk. Ja. Want daar wordt iemand blij van natuurlijk. Dat hebben wij zelf natuurlijk ook. Ja. En wat is de rol van de behandelaar daarin? Nou, de rol van de behandelaar. De behandelaar is natuurlijk verantwoordelijk voor het zorgproces. Mm-hmm. En vanuit de visie op behandeling en met name als we het hebben over CCC, dat is natuurlijk een hele belangrijke, vanuit daar vormen we dat proces ook. Dus om te zorgen dat die CCC benadering in die hele benadering zit en vanuit die kijk te kijken naar de cliënt en het totale plaatje te belichten. Dat is heel belangrijk dat een behandelaar betrokken is. Ja, en die moet dat ook weer vertalen naar een ondersteuning. Zeker, absoluut. Ja. En dan hadden we het ook eventjes over persoonsvolgend. En nou ken ik een aantal mensen die zeggen, nou ik vind het wel heerlijk om de hele dag televisie te kijken. Dus zeker, ja. De participatie is geregeld. Ja. Is dat persoonsvolgend dan? Nee, absoluut niet. Kijk, het belangrijkste is, en dat is wat ik net eigenlijk al zei, wie is iemand echt? En het is onze taak,
Dus ik zie het als onze taak als begeleider om te kijken wie iemand echt is en in samenspraak te kijken wat nodig is. En daar horen natuurlijk ook gewoon dingen bij die niet mogelijk zijn. Hè? En dat zijn ook mijn onmogelijkheden. Ik kan ook niet alles, al zou ik het soms willen. Er zijn soms ook grenzen, maar kunnen we kijken waar die grenzen liggen en hoe kunnen we daar misschien voorbij of misschien tegenaan of misschien anders mee omgaan. Gewoon met elkaar, met die cliënt, met familie, met iedereen in gesprek. Om te kijken hoe ze zoveel mogelijk kunnen meedoen. Gewoon normaal. Hier in de wijk, bij de voetbalclub, bij de supermarkt. Ja. Al kun je maar een boodschapje doen voor jezelf. Hè? Dat is al belangrijk. Ja. Dus als ik het goed begrijp, gaan we straks met de mensen die we ondersteunen. Met de cliënt, met eventueel zijn familie erbij. En dan de PB'er, de participatiecoach en de behandelaar kijken. Van hoe kunnen we jou verder helpen? Absoluut, ja. En kijken wat ik als school daarbij kan zijn. Absoluut, ja. Nou, mooi. Nou, ik denk dat we daar al een beetje een inkijkje hebben gekregen in de manier van werken die we straks gaan krijgen. Vanuit die multidisciplinaire samenwerking waarbij participatie wordt toegevoegd. We hebben nu in het eerste gedeelte van de bijeenkomst gehad over de visie op participatie. De drie pijlers en de samenwerking tussen begeleiding, behandeling en participatie. En natuurlijk hebben we het gehad over onze droom. De droom dat alle mensen volwaardig meedoen in de samenleving. Maar hoe gaan we die droom nou realiseren? En wat gaat die afdeling participatie dan precies doen? We zijn er nou 9 maanden met de voorbereiding bezig. En nu langzamerhand wordt dat zo uitgerold. En om te beginnen gaan we binnenkort beginnen met de werving van 5 participatiecoaches. Nou, jij hebt daar al een beetje het ijs voor gebroken. Jij bent al bezig geweest om dat op te gaan zetten en de eerste ervaringen mee opgedaan. En straks dan hopen we een team te hebben met 5 participatiecoaches. Waarbij we dat dus ook veel breder over Abrona kunnen gaan uitrollen. Die participatiecoaches die gaan we eerst inwerken en daar komt uiteraard een vacature voor en een selectieprocedure en daarna worden ze gekoppeld aan locaties en kunnen ze samen met de PB'ers, de PO'ers en de gedragsdeskundigen de mensen op de locaties aan de slag gaan om een passend programma samen te stellen waarbij activering en ontspanning in goede balans zijn en de ondersteuningsplannen in alles in ondersteuningsplannen wordt vastgelegd. Kun je nog even uitleggen die activering en ontspanning in goede balans, waarom dat zo belangrijk is? Ja, we zien vaak hè, dat we zeggen dat mensen die we begeleiden aan de slag moeten. Mm-hmm. Maar vervolgens doen mensen de hele dag prikkels en indrukken op. Dat doen wij ook. Wij zien nieuwe dingen, we horen nieuwe dingen, we ruiken nieuwe dingen. En uiteindelijk is het ook belangrijk dat je die spanning die je opbouwt op de dag kan ontladen. Als we daar geen goede plek voor bieden in iemands dagprogramma, ja, dan zou het zomaar kunnen zijn dat iemand dat op een andere manier ontlaat, omdat iemand dat toch kwijt moet. Ja, dan kun je denken aan agressie, boosheid, probleemgedrag. Dus het is juist inspanning, is ook ontspanning belangrijk, zodat iemand ook mag ontladen. Zodat iemand ook niks hoeft of juist wel iets hoeft om te ontladen. Ja, en het ontladen, dat is ook voor iets wat persoonsvoorbeeld is. Voor de een kan het een boek lezen, zijn of televisie kijken. En voor de ander kan het een partijtje boksen zijn. Precies. Ja. Of een rondje wandelen of even in de buitenlucht. En dat is dus dat zoeken naar wat past bij iemand. Ja. Ja. Zonder dat wij zeggen, jij moet dit, want dat helpt. Want wij weten wat goed is voor jou. Hè? Dat is altijd een beetje, Ja, helder verhaal. Goed, ja, we gaan op de bestaande locaties waar nu al dagbesteding wordt aangeboden onderzoeken of die wel op de 3 pijlers zijn, staan. Want we hebben natuurlijk al heel veel plekken waar wij dagbesteding aanbieden. En we gaan kijken wat er eventueel aan verbeterd moet worden om die 3 pijlers, waar we het er straks over hadden, persoonsvoorbeeld, ontwikkelingsgericht en inclusiegericht, hoe we dat kunnen borgen op alle plekken waar nu al participatie wordt aangeboden. En voor de rest gaan wij veel meer samenwerken in de toekomst. Je ziet, we doen nou heel veel als Abrona nog zelf. En er is vrij weinig samenwerking met bijvoorbeeld andere zorginstellingen. Maar ook met SW-bedrijven en dergelijke. En wat we nu vooral gaan doen, is met collega-instellingen, sociale werkbedrijven, bedrijven en instellingen in de regio ervoor zorgen dat er ook echt mooie plekken in de samenleving worden gerealiseerd. Plekken waar je andere mensen ontmoet en waar je ook een waardevolle bijdrage kunt leveren. We gaan de woonlocaties trouwens ook vooral ondersteunen bij vrije tijd. We hebben al muziek en beweging. En natuurlijk hebben we ook Harm, die in zijn rol van wijkcoach al heel veel activiteiten organiseert. En ook vaak bezig is met dingen op vrije tijd. En dan ben ik op mijn autocue eventjes de tekst kwijt, want zo gaat dat natuurlijk altijd. Activiteiten in de vrije tijd, die moeten op de eerste plaats op de woonlocatie worden georganiseerd. Maar dat valt niet altijd mee.
En daarom gaan we vanuit de afdeling participatie alle woongroepen helpen om ook een stukje invulling aan die vrije tijd te geven. Binnenkort gaan we een vacature uitzetten voor een adviseur vrije tijd. En dit is een persoon die veel kennis heeft van de mogelijkheden op het gebied van vrije tijd. En die vol enthousiasme zit om op een creatieve manier leuke dingen te gaan organiseren. En vooral ook te adviseren aan groepen wat ze kunnen doen. Bij de afdeling participatie worden de teams die een dagbesteding aanbieden van Hendrik Jan de Wolf en Onder Meijlis ondergebracht. Teamleider en opleiding Marieke de Vries is deels verbonden aan het team van Hendrik Jan. Jullie hebben net al kennis gemaakt met Marielle Verkleij. Zij zal zich vooral bezig gaan houden met de inhoudelijke kant van participatie en ervoor zorgen dat we kennis en vaardigheden op het gebied van participatie verkrijgen, verspreiden en borgen in onze organisatie. Veel mensen die wij ondersteunen gaan overdag naar onderaannemers. En Lisa Jongerius zal vanuit het team participatie ervoor zorgen dat er met alle ondernemers alles goed geregeld wordt. En voor de samenwerking met partijen in de samenleving zal Ilonka Soesbergen vanuit de afdeling participatie afspraken maken met bedrijven en organisaties. Dit team wordt ondersteund door Marjan Vermeulen. De medewerkers waarvan Hendrik Jan en Onno leidinggevende zijn en die overgaan naar de afdeling participatie ontvangen binnenkort per post meer informatie. Feitelijk verandert voor hen in deze overgang nog niets, omdat de leidinggevende en het werk hetzelfde blijven. Natuurlijk gaan we de afdeling participatie wel doorontwikkelen, zoals we het zojuist hebben gepresenteerd. Dat betekent dat er op termijn overal zaken gaan veranderen. Waar en hoe, dat weten we nog niet. Maar we gaan er wel met elkaar over in gesprek om eens te kijken wat er moet gebeuren en hoe we dat gaan doen. Al deze plannen rondom participatie zijn gemaakt in samenwerking met de Centrale Cliëntenraad Abrona, de Centrale Familieraad, de Ondernemingsraad en heel veel collega's. Hier aan tafel ga ik een aantal mensen uitnodigen om daar eens even het gesprek over aan te gaan. Mag ik jullie uitnodigen? Jeffrey, Ageet, Piet en Gerda. Even wat geschuifeld hier in de zaal. En dan komen in één keer allemaal mensen tevoorschijn die op het schermen zaten. Hartelijk welkom allemaal. Ik vind het leuk om te zeggen dat Piet hier nou aan tafel zit, maar ondertussen ook de hele productie doet. En nou, hier is een manager voor alles al sinds vanochtend 9 uur bezig is. Dank voor het faciliteren erin, Piet. Heel erg fijn. We hebben hier een tafel vol met mensen van allemaal verschillende achtergronden. Gerda, jij zit in de Centrale Familieraad en jij vertelde ons net toen je binnenkwam dat je sinds een maand of vier in de Centrale Familieraad zit, maar dat je al zo'n 45 jaar meeloopt bij Abrona, omdat jouw broer hier woont. Ja. Ja. Hartstikke leuk, fijn dat je hier zit. Jeffrey, hartstikke welkom. Je bent vanuit de Centrale Cliëntenraad gevraagd om hier een bijdrage te leveren. En zei meteen, ja, dat wil ik graag doen. Ja, zeker weten. Ja. Woon jij ook bij Abrona? Ja, ik woon op de Lange Dreef in Driebergen bij Abrona. Hartstikke goed. En waar werk je? In de keuken van de Bosselaat, zorgboerderij. Dingen we voorsnijden, mise en place. Okay. En voor in het gemeentehuis, maar dat is kan gevallen vanwege de coronapandemie. Ja. In Doorn. En hetzelfde beroep, ik ben ook begonnen met carrière als kok. Ja, dat is Doorn. Ja, Geet, en jij hebt volgens mij binnen Abrona al zo'n beetje alles gedaan wat je kan doen, of niet? Ja, lijkt gemiddeld wel op, hè? Ja, dat klopt. Ja, en nu manager woonzorg. En, regio-manager Zuidwest, zoals we het nu afgesproken hebben. Ja. Dus langdurige zorg en ook de maatschappelijke ondersteuning. Ja. Nou, wij werken natuurlijk heel veel samen. Omdat we hebben gezegd, dat hoorden we Marielle net vertellen, werken vanuit behandeling, begeleiding en participatie samen. En nou, dat betekent dat wij daar vorm aan geven met onze collega's Esther en Jeanette. Ja. Om ook op managementniveau die triathlon van ondersteuning en vorm te geven. Leuk. En Piet, jij doet net zoals Ageet een beetje alles bij Abrona. Ik ben nog begeleider op de groep op de Kometelaan. Ik ben functioneel beheerder en ik zit in de ondernemingsraad. En doordat ik heel veel verschillende dingen doe, blijft het werk heel leuk houden. En inmiddels ook al 16 jaar werkzaam bij Abrona. Ja, leuk. Nou, kort op een tafel met allerlei verschillende mensen van verschillende achtergronden. Jeffrey. Ik wil eens even met jou beginnen. We hebben natuurlijk heel vaak over zinvolle dag gesproken. En voordat ik bij Abrona werkte, want ik werkte daar sinds 1 oktober, werd er al veel over zinvolle dag gesproken. Had jij er toen ook al van gehoord van het project? Ja en nee, maar nog niet heel erg vaak. Nee. Dus het begint daar echt een beetje te leven ook voor jou. Ja. Ja.
En als je zoveel al die plannen rondom participatie hoort en leest, waar worden jullie van de CCA nou blij van? Waar worden wij nou blij van voor, namens de CCA? Ja, dat we gewoon dingen kunnen doen die gewoon, die gewoon bij mensen gewoon passen. En dat ze daar gewoon hun eigen keuze mogen maken. Ja. Qua participatie. Ja. En dat ze een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij, qua werk. Ja. Qua dagbesteding. Ja. En we hebben net gezegd, we gaan werken persoonsvolgend. Wat je al zegt, ze kunnen keuze maken. Mm-hmm. Ontwikkelingsgericht. Dus mensen kunnen ook gaan leren, als ze dat willen. Wat vind je daarvan? Ja, daar ben ik een groot voorstander van. Ik zou het goed als je gewoon nieuwe dingen kan leren in je leven. En dat je ook gewoon bijdrage kan leveren aan iets wat je bij jezelf achter staat. Ja, ik hoorde je net al duidelijk zeggen in de samenleving. In een soort inclusiegericht. Ja, je kan wel thuis zitten of bij de pakken gaan neerzitten. Maar er wordt niemand beter van. En als je iets gewoon kan doen waar je gewoon achter staat. En je kan je eigen ontwikkelen. Ja. Dat je eigenlijk alleen maar een warm op. Ja. En zijn er nog dingen waarvan de cliëntenraad zegt van nou, dat zijn wel dingen waar je aandacht voor moet hebben als je met participatie aan de slag gaat? Die vinden wij belangrijk. Ik denk toch wel gewoon het met meedenken en ook gewoon kijken wat goed te luisteren naar de cliënt, wat iemand past. En het ook gewoon voornamelijk de regie aan de cliënt zelf gewoon overlaten. Ja. Nou, vind ik heel goed dat je het zegt. Dat zelfregie waar je het over hebt, daar komen we straks nog op terug. Dat is wel een hele goeie. Zijn er nog zaken waarvan je zegt van, nou, die moeten jullie vooral niet doen? Niet doen? Nou, dan zou ik echt als ze een hele goede advies willen meegeven, niet invullen voor de cliënt, niet gelijk te snel willen invullen. Eerst de cliënt zelf laten we denken en onderzoeken. Dat dan gelijk aan een brug wordt geslagen van, nou, dit wordt graag de cliënt of dit kan. Waarom dat nog niet eens een goed overleg is gedaan met de cliënt zelf. Dat is eigenlijk wat Marielle net al zei. Hè? Ja. Je zei goed luisteren en kijken wat vindt iemand nou echt leuk. Wat is zijn lievelings? Muziek of eten of film. Maar gewoon erover in gesprek gaan. En dan zou je gelijk wel zien dat ze tot hele andere conclusies gaan komen. Ja, hartstikke goed. Leuk om te horen. Gerda, jij bent ook vanuit de familieraad nauw betrokken geweest met het hele project Zinvolle Dag. En de aanloop naar de afdeling participatie. Waarom is het nou voor de familie zo'n belangrijk onderwerp participatie? Participatie maakt mensen natuurlijk op een of andere manier toch wel gelukkiger. Omdat als ze dat niet doen, dan krijg je kans, zoals Marielle al zei, agressief gedrag. Vooral in weekenden, dan gebeurt er niet zoveel. De begeleiding heeft dan ook vaak nu minder tijd, of dat is al enige tijd. Maar je voorkomt denk ik door iemand mooi te laten participeren een heleboel gezondheidsproblemen. Een heleboel spanning op de groep. Dat soort dingen. Dus daarom vinden wij participatie heel belangrijk. Ja, oké, goed om te horen. Zijn er ook zaken waarvan de CFA zegt, nou, dat zijn wel dingen waar wij ons zorgen om maken, die wij spannend vinden? Ja, alles wat ik noem, dat is door jullie bedacht, zonder meer. Maar wij denken daar ook over na. En dan hebben we, onze zorg is een beetje, wordt het wel heel goed gecommuniceerd met de begeleiding? Want het zal ongetwijfeld voor de een staan te juichen van hoera, Jeffrey staat te juichen. Maar er zullen er ook zijn waarvoor nu het structuur zo is, de structuur zo is. Maar daardoor wordt dat weer veranderd en dat kan onrust geven. Het vraagt van de begeleiding toch een andere manier van kijken naar het geheel. Er zal meer van hen gevraagd worden om in te vullen. Nou, daar hoort weer bij dat je met heel veel mensen overlegt. Dus die communicatie is echt heel erg belangrijk. Ja. Dat je dat goed met elkaar doorneemt, bespreekt. Er komen nieuwe mensen bij, participatiecoaches. Ja, wat gaan die doen op hun eigen houtje? In hoeverre worden wij als begeleiding daarbij betrokken? Dus dat vinden we een heel belangrijk punt. Dan vinden we een heel belangrijk punt. Straks is er geïnventariseerd wat men leuk vindt, wat men graag wil, met de begrenzing, want ik wil ook van alles en nog wat, maar dat kan ook niet altijd. Maar hoe gaan we daar de invulling aan geven? Dat vraagt ook weer heel veel creativiteit van welke instellingen bieden vrijwilligerswerk. Ik weet dat je ooit in Utrecht had je WING, ik weet niet eens of het nog bestaat, maar daar kon je naartoe. En het zal ook van familie, van vrijwilligers, van andere vrienden die om
die cliënt zijn, zal het ook een hoop vragen. Het is wel iets wat we met z'n allen moeten willen. Hè? Want familie heeft het druk, hebben zelf kinderen, zijn oud. Nou ja, noem maar op. Dus daar moet wel heel goed over nagedacht worden van hoe gaan we dat met elkaar invullen. Ja, en hoe zie jij de rol van de familie? Nou, ik denk dus dat de familie in eerste instantie, zoals Jeffrey al zei, we zoeken het zelf uit. We kunnen zelf heel goed aangeven wat we willen. Maar er zijn natuurlijk ook cliënten die dat gewoon niet kunnen. Mag ik een voorbeeld van mijn broer geven? Mijn broer die praat niet. Hij kan niet lezen, hij kan niet schrijven. Hij verstaat je wel. Maar hij is fors verstandelijk beperkt, een kind van 2, 3 jaar. En van hem kun je er echt niet achter komen, ja, heel globaal, als begeleiding, wat hij prettig vindt. Dus dan denk ik dat het heel belangrijk is dat de familie daarbij betrokken wordt, om dat samen in te vullen. Hij zet ons nog wel eens een keer voor een verrassing, dat wij denken van, nou, zou hij dat wel kunnen? Maar dan blijkt hij dat toch te kunnen. Dus ook die ontwikkeling, dat is wel geweldig als je dat dan ziet. Dus ik denk dat familie ook bijvoorbeeld het contact met vrijwilligers heel goed moet onderhouden. Dat je die ook enthousiasmeert, bedankt. Ja, het bestaat vaak uit maar kleine dingen, maar dat je ook een stuk waardering geeft. Dus ik denk dat ook heel belangrijk is. Ja. Dus dat zijn zo, ja, ik kan het nog veel meer zeggen. Ja, nee, verder, maar dat snap ik onmiddellijk. We hebben het zelf. Ja, nee, we hadden het voorbespreken, dat vertelde Gerda natuurlijk dat ze al 45 jaar ervaring heeft met haar broer die bij Abrona woont. En dat je daar af en toe best wel voor uitdaging komt te staan. Als ik jou ook zo hoor, dan is omdat die communicatie zo ontzettend moeilijk is. Ja. Je ziet vaak bij Abrona best wel een wisseling van begeleiders. Dus echt een band opbouwen. Ja. Dat is dan wel ingewikkeld en is het gewoon fijn als je ook de familie erbij hebt die precies op een gegeven moment de persoon ook begrijpt en kan lezen en dat die communicatie mee kan vertalen. Ja. Dus dat je daarbij betrokken bent. Ja, absoluut. Ja. Ja. En het, ik weet niet wie het zei, maar in de jaren 80 kon er veel meer. Dat is heel, heel apart, dat heb ik gewoon meegemaakt. Maar door alle bezuinigingen en het terugdraaien van allerlei subsidies kan er nu veel minder. Dus ja, het is wel geweldig, want daar wilde ik eigenlijk nog iedereen mee feliciteren met dit initiatief. Dat is wel heel, heel mooi, maar wat ik zeg, iedereen, ja, de kring eromheen moet wel op volle toeren mee willen werken. Ja, nou, daar gaan we ook zeker regelmatig om vragen. We zullen elkaar ook regelmatig spreken. We hebben ook al afgesproken dat de participatie, die hele ontwikkeling van die afdeling, we weten niet precies waar het eindigt en waar het naartoe gaat. We weten welke kant we op gaan. Dat hebben we net met elkaar besproken. Dus we hebben ook gezegd vanuit het masterplan naar Corona goed en gezond gaan we ook die klankbordgroep gaan we ook gebruiken om regelmatig ook rondom participatie met elkaar op tafel te zitten. En ik denk dat familie, OR en cliëntenraad ook aan tafel zitten. Te kijken, oké, hoe gaat het nou? Wat vinden we ervan? En gaan we de goede kant op? Piet, OR, voor 2015 had Abrona een afdeling dagbesteding. En met de reorganisatie is de dagbesteding onderdeel geworden van de woonzorg vanuit de visie van zelfsturende teams. Dat die integraal invulling moeten gaan geven aan het betekenisvol leven van de mensen die we ondersteunen. En dat heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd en daarom is het project Zinvolle Dag opgestart. Ja, ik kijk niet naar jou, maar het is leesbaar voor de mensen die dat volgen en denken, wat een rare man is dat. Ik kijk niet echt op een gegeven moment wie die spreekt. Ja, dat zou wel kunnen. Dat project Zinvolle Dag is opgestart en het project heeft ertoe geleid dat we nu een volgende stap gaan maken met de oprichting van de afdeling participatie. Daar hebben we de afgelopen maanden ook regelmatig met elkaar van gedachten gewisseld. Wat betekent dit, en je gaf het ook aan je ook in die begeleiding, wat betekent dit nou voor de medewerkers van Abrona? Ik denk dat medewerkers weer hun kracht worden gezet. Hè? Woning en dagbesteding participatie is wel echt een vak apart. En ik had bijvoorbeeld op mijn afdeling ook wel eens een daginvullingsdienst. En ik vond het dan ook wel leuk, andere collega's ook totaal niet. Maar ik had niet echt de know-how om goede kwaliteit te leveren qua daginvulling en participatie. En ik denk dat nu medewerkers daar weer gewoon ook, nu het weer een functie is. En dat mensen daar gewoon ook echt in de kracht gezet worden en de kwaliteit ook toe zal nemen. Ja. Oké.
En zijn er ook zaken waar medewerkers ook zorgen over maken bij deze ontwikkeling? Ja, nou ja, vooral de praktische vragen denk ik ook. Hè, van wat betekent het voor de formatie op de groep als er meer cliënten naar dagbesteding gaan of participatie doen? En moeten we gebroken diensten gaan draaien? Dat soort dingen. Dat zijn vooral de praktische vragen die bij medewerkers spelen. Ja. Ja. Ja, dat kan ik me ook goed voorstellen. Dat raak je natuurlijk ook direct zelf als je in je werk als op een gegeven moment dat soort zaken gaan veranderen. Dus daar moet je ook goed over met elkaar even doen. Nou, dat denk ik ook, ja. Ja. Hey, wat zijn er dingen waarvan je zegt, van wat zouden we nou samen moeten doen om er ook echt een succes van te maken? Ik denk, nou, wat je net ook al zei, vooral het gesprek, in gesprek met elkaar blijven. Van waar loop je tegenaan en hoe kunnen we dat oplossen? En ook tijdens het hele proces, je kan wel van tevoren dingen bedenken, maar soms pakken ze toch anders uit dan je van tevoren bedacht had. Dus gewoon vooral ook tussentijds evalueren en aanpassen waar nodig. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Ja, daar sluit ik ook echt bij aan. Dat vergat ik net nog te zeggen. Evaluatie op een gegeven moment. Ja. Want de cliënt wordt ook ouder. En hij kon paardrijden heel leuk vinden, maar op een gegeven moment kan het gevaarlijk worden. Dus dan moet je het maar niet door blijven doen. Ja, nee, maar ik denk dat ook is wat ik kan ook keramiek heel leuk vinden. Maar het kan ook zijn dat je na 5 jaar denkt van nou, ik zou nou iets anders willen gaan doen. Ik zou een kok willen worden, bijvoorbeeld. Ja. Dus in die zin is het inderdaad op alle fronten met elkaar in verbinding blijven natuurlijk. Ja. Nou, Geet, ik zei net al, je hebt zo'n beetje geloof ik alles gedaan binnen Abroda. Ik ken de organisatie door en door. We hebben elkaar 8 jaar geleden al een keertje gesproken. Ja, ja. Toen het ging over participatie, toen was jij ook nog heel actief met dagbesteding. Sinds enkele maanden hebben we heel veel met elkaar gesproken over het project Zinvolle Dag. Bijna dagelijks, want als we elkaar niet live spreken, dan is het wel app of telefonisch. Op dit moment is de invulling van participatiemensen nog een heel groot deel de taak die op de woongroepen ligt. En daar mogen wij straks van participatie jullie bij gaan ondersteunen, zoals Marielle dat net zei, hè, vanuit die ondersteuningsdriehoek. Hoe is dat voor jou om dat zo te zien? Ja, voor mij is dat een feestje. Dus, en dat heeft alles te maken met het feit dat ik heel erg ervaren heb. Wat jij zegt, Jeffrey, wat de waarde is van meedoen voor mensen. En dan laat ik meedoen in het midden. Want dat kan van laag niveau activiteiten zijn tot mensen die betaald werk hebben. Wat ik geleerd heb binnen Abrona en in deze zorg, is dat wat ik gezien heb, is dat iedereen, dat wij ons onvoldoende bewust zijn van het feit dat mensen aan talenten in huis hebben. En als je in staat bent om daar aan te sluiten, dat je echt zulke mooie dingen ziet. Maar dat moet je wel kunnen zien. En dan moet je ook de ruimte voor hebben om in te zien. Dus ik ben heel blij dat participatie echt een belangrijk thema is. Ik herken ook heel erg het stuk waar ik denk van, hoe lees je cliënten, hè, en hoe ga je dat gesprek aan? Ik denk dat het heel mooi is dat we kleine stapjes maken. Ik denk dat de toelichting is die Marielle geeft ook heel belangrijk is. Want we moeten niet hele grote slagen willen maken. Als je klein begint, behoud je denk ik ook dingen beter dan als je hele snelle stappen maakt. En dat je achteraf denkt, oh, niet helemaal goed. Nou goed, en voor mij is eigenlijk, ik ben overgestapt vanuit dagbesteding naar de maatschappelijke ondersteuning. Waar het gaat over mensen die gewoon zelfstandig wonen. Waar je eigenlijk ook aan ziet, wat helpt is dat mensen daginvulling hebben. En daginvulling die bij je past, waar je blij van wordt. Dus volgens mij kom je dan op je werk is de beste zorg, hè, zeggen wij ook heel vaak. Is eigenlijk, en dat is voor ons ook. Werk is voor mij ook de beste zorg. Tegen de tijd dat ik met pensioen ga, moet ik heel hard nadenken over wat ik dan voor daginvulling ga doen. Want dat is een andere vorm van werk die je dan bedenkt, denk ik. Dus daar word ik blij van. En ik denk dat we een slag kunnen maken nu om weer het bewustzijn tussen de oren te krijgen. Want we hebben in de reorganisatie keuzes gemaakt waarvan ik denk, die hebben niet opgeleverd wat we toen hadden bedacht. En ik denk ook wat Piet zei, we hebben daar gewoon echt mensen uit hun kracht gehaald op meerdere plekken. En daar hebben we gewoon heel veel last van. De cliënten hebben daar heel veel last van. En de medewerkers hebben daar heel veel last van gehad. Dus ik hoop eigenlijk dat we met de mogelijkheid om iedereen weer zijn kracht te laten zien, dat we daarmee ook de beweging voor zowel voor cliënten als voor medewerkers goed gaan inzetten. Dus daar hoop ik heel erg op. Ja, dat zou een prachtig zijn voor elkaar krijgen. Ja. Ik wil een positieve flow erin. Ik wil hele mooie dingen bereiken. Ja, en ik denk dan wordt het gewoon fijn en dan krijg je energie van. En energie levert altijd positiviteit op. Ja.
Piet haalde net ook al even aan, dat wel een van de punten, aandachtspunten is van hoe gaat straks die roostering eruit zien. Hè? Ja. Want we krijgen natuurlijk als mensen overdag gaan werken en naar werk gaan, dat je overdag wat minder bezetting hebt. Wordt daar al over nagedacht hoe we dat moeten gaan oppakken? Ja, we zijn natuurlijk op dit moment wel heel erg bezig met, dat kennen de meeste teams wel, dat is zorgnormering. En kan je inzetten met het budget wat je hebt. Ik denk dat we ook met die kleine stapjes moeten gaan kijken, wat is het effect? En als je mensen meer op participeren, dan betekent dat je minder inzet in het wonen hebt. Maar wat betekent dat? En hoe organiseer je dat met elkaar? Ja, en dat moet je per locatie eigenlijk bekijken. Wat past hier? Wat zijn de oplossingen? Met medewerkers goed in gesprek. Misschien zijn er ook wel medewerkers die zelf zeggen, hey, ik wil zelf me ook nog verder ontwikkelen. En dat zou misschien ook op een ander gebied kunnen. Dus ik denk vooral in de communicatie en met elkaar willen. Ja. En Jeffrey, als je kijkt naar de begeleiding, moet de begeleiding ook andere dingen gaan doen? Als wij met z'n allen meer gaan werken en meer met dagbesteding, meer met werk bezig zijn of met participatie bezig zijn? Ja, dat vind ik wel. Ze zijn nu dan bij ons voornamelijk bezig met de mensen begeleiden. Maar ja, dan kun je ook gewoon op een gegeven moment gewoon zeggen dat er gewoon even één iemand gewoon bijvoorbeeld activiteit gaat begeleiden bij jou het werk. Dat iemand een activiteitenbegeleidster wordt. Ja. En dat zij gaat omschakelen ook wel tot activiteitenbegeleidster. Ja, maar een voorbeeld. Dat, wat dan ga je zeggen? Ja. Gewoon in gesprek gaan. En wat ook een mooi voorbeeld is, wat ik nog wel graag wil vertellen, is dat je ook heel vaak ziet bij gewoon bedrijven, dat ze op een gegeven moment ook gewoon heel vaak gewoon mensen aannemen die gewoon een beperking hebben. En dat ze die dan aannemen boven hun eigen personeel, dat ze mensen ook gewoon een kans geven tot afstand, de mensen met afstand op de arbeidsmarkt. Ja, dat zag je ook zo mooi in dat filmpje komen. Hè? Ja. We zijn in beweging en wij zijn vaak heel goed om mensen met een beperking te helpen, om met hun beperking om te gaan. Zeker. Maar wat wij ook moeten gaan doen, is die beweging vormen om de samenleving te helpen om met mensen met een beperking om te gaan. Ja. Want dat is natuurlijk iets wat we een beetje afgeleerd hebben. En daar zie je ook dat filmpje van Jeroen, wat we net zagen. Dat daar een belangrijke rol voor onze toekomst ligt. En als je kijkt van, wat moet daar corona doen? Wij moeten niet alleen mensen begeleiden die wij in begeleiding hebben, maar wij moeten ook in de samenwerking werken aan acceptatie. Ja. Dus dat je inderdaad gewoon mee kan werken in een bedrijf. En of dat nou betaald werk is, of deels betaald werk is, of vrijwilligerswerk. Ja, of stage in dit geval. Dat maakt niet uit. Gewoon behalve als ieder ander werknemer. Ik bedoel, je doet dat dan misschien in je eigen tempo en misschien minder snel, maar je bent er echt minder om. Nee, natuurlijk niet. Nee. En je kan ook gewoon heel makkelijk houden. Je hoeft niet gelijk bijvoorbeeld kassa te doen als je dat niet kan. Nee. Maar dat is mooi, hè? En ik denk soms wel dat als je kijkt naar begeleiders. Ik merk nu, ik doe langdurige zorg. Dat ik heel vaak tegen de teamleiders ook zeg, hoe is het met de dagbesteding van deze cliënt? Ja. En dan kom je eigenlijk op, doet hij ergens aan mee? Dat begeleiders soms gewoon even helemaal geen idee hebben wat er allemaal kan. Nee. En daarvan denk ik ook, daar moet je het met elkaar over hebben. Want daar kom je op die kansen benutten die jij noemt. Ja, echt, en dan zijn er veel meer bedrijven die iets willen doen dan wij denken. Ja. Dat gaat dus ook echt wat voor ons vragen als organisatie met alle collega's. Dat we meer aan die beweging gaan werken, naar die buitenwerkkant, naar die acceptatie. Wat zouden we daarvoor moeten doen om dat ook voor elkaar te hebben? Dat betekent echt een grote verandering ook vanuit de manier waarop wij tot nu toe eigenlijk altijd begeleid hebben. Vind ik een lastige. Ik ben blij dat we participatiecoaches hebben die ons daarbij gaan helpen. Ik denk dat we daar vooral ook de kwaliteit van moeten benutten om ons als medewerkers ook daarin mee te gaan nemen. Ja, leuk. Gerda, zijn er nog zaken die je ons mee wil geven vanuit deze bijeenkomst hier aan tafel? Nou ja, eigenlijk een herhaling van wat ik al zei. Dat communiceren met elkaar, goed op de hoogte houden. Dat er aanspreekpunten zijn waar begeleiding naartoe kan om te vragen van hoe zit het, hoe gaat het, enzovoort. Dat wij als familie heel serieus daarin genomen worden. En wat ik zeg, ja, jullie... Van de maatschappij moet daar ook in mee. Die moet ook doordrongen worden van het feit dat het heel normaal is. Want nu loop ik wel eens bij Albert Heijn en daar zie ik iemand vakken vullen. Maar daar zwerft dan de rest van het personeel omheen. Pietje is bezig, het zal wel. Maar ze moeten ook opgenomen worden. Dat is echt inclusie. Echt inclusie. Ja. Maar nu ook door onbekendheid van een aantal beperkingen is men er vaak wat huiverig voor. Terwijl dat helemaal niet hoeft. Mijn broer, die
daar kun je niet mee communiceren, helemaal niks. Hij is autistisch, dus raak hem niet aan. Maar toch is het mij gelukt om een stel vrienden van mij hem te laten accepteren. Die sturen een kaart als hij jarig is. Als hij op visite is en zij komen ook, dan is hij dik. En daar wordt normaal mee omgegaan, maar dat vergt wel van onze kant ook een inspanning naar die ander. Van, nou jongens, er is niks engs aan hem. Hij is zo helemaal goed. Dus dat hoop ik dat gaat gebeuren. Ja, mooi. Ja, dat is nou precies wat je doet. Die kleine dingetjes, het hoeft niet groot en meeslepend te zijn. Nee. Kleine stapjes. Ja. Hartstikke mooi. Jeffrey, zijn er nog dingen die jij ons mee wil geven voordat we zo meteen eens eventjes naar de chat gaan? Nou ja, sowieso, als ik kijk naar mijn eigen dagbesteding die op een gegeven moment in het gemeentehuis in Doorn is komen stil te liggen, een kleine anderhalf jaar geleden. Als je dan met een PO die er langs komt om de week, om een paar weken, en hier op een gegeven moment hoor je dat hij in één keer mee stopt vanwege het een en ander. Zou mijn voorstel gewoon zijn van kijk gewoon naar iemand desnoods die het gewoon tot zich moet nemen. Om gewoon omgeschot kunnen worden tot activiteitenbeleid, die gewoon permanent gewoon te werkvloer is. Ja. En die ook gewoon, gewoon kan ingrijpen waar nodig is om op een gegeven moment met je in gesprek te gaan over leerdoelen en met je werkbegeleider. Ja, mooi. Dat je de hele tijd denkt, nou, diegene kan op een gegeven moment weer in één keer weggaan. Dus dat je wel een beetje... Ja, dat is natuurlijk altijd de spanning. Ondertussen wordt er heel hard gebaard vanuit de tafel daar. Dat ik echt moet ophouden met het gesprek, want alles loopt uit de tijd. Maar we blijven er even zitten, want jullie hebben daar de chat bij gehouden. Zijn er nog vragen uit de chat voor ons hier aan tafel? Ja, de eerste is, waar is het eigen initiatiefmodel gebleven? Waar is het eigen initiatiefmodel gebleven? Kan ik die naar jou doorspelen, Marianne? De EIN. EIN, ja. Kom er even bij, dus we stijven die mensen niet. Ik weet er vast nog van. Nou, in die zin, het eigen initiatiefmodel, dat gebruiken we vaak binnen de dagbesteding. Ja. Natuurlijk. En de CCC is ook een van de methodieken die Abrona heeft gekozen als methodiek breed. Maar. En de principes van het participatie, waar wij nu heel erg mee bezig zijn, sluiten heel erg aan bij CCC. En de basis van CCC is het normale leven ervaren. En vandaar dat wij in gesprekken met de pedagogen, met cliënten, met begeleiders, nou, en met eigenlijk heel veel mensen, dat ook als basis hebben voor de participatie. En die verhoudt zich dat tot het eigen initiatiefmodel? Dat zijn wel twee andere modellen, ja? Maar in de basis gaat het er wel over, over het eigen initiatief en eigen regie. Dus je ziet wel dat die veel overlappen. Oké, dus zeg maar de methodiek specifiek is iets anders, maar de gedachte erachter is gewoon hetzelfde. Ongeveer, niet helemaal, ongeveer. Ja, de ene moet je volgens mij hebben, CCC, daar kun je vanuit het gedachtegoed... Is er één en dan heb je ook nog expliciete methodiek. En ik denk dat even dat zijn wel twee verschillen. En ik zou me heel goed kunnen voorstellen als je stapsgewijs ontwikkelt, dat je ook in de tijd straks misschien nog wel modellen, je kiest nu de participatieladder, vanuit een aantal zaken zegt, hey, dit past heel erg als ondersteunend model om verder te pakken. Met eigen initiatiefmodel is ik zeg altijd, is begeleiden met handen op je rug. Ja. En begeleiden met handen op je rug zegt iets over eigen regie geven aan de cliënt. Ik ben oké, jij bent oké, dat zijn de uitgangspunten van CCC. Nou, volgens mij zitten daar de verbindingen en de vorm die je kiest. Ja, dan zou ik me kunnen voorstellen dat in die ontwikkeling die je tegenkomt, je misschien nog zegt, hey, dat zijn modellen die we op dit moment zich lenen om dit te ondersteunen. Dus het eigen initiatiefmodel is gewoon een methodiek die uitstekend past bij de visie van CCC. En ik denk dat het vooral heel erg vaak is, wil ik nog even benoemen. We werken niet omdat we met die methodiek willen werken, maar we bepalen nu koers en we gaan kijken wat goed is voor de mensen die bij ons wonen en wat daar dan bij past. Ja. Hè? En laat het een middel zijn en niet het doel, wil ik eigenlijk zeggen. Ja. Mooi. Nou, ik hoop dat we die vraag voldoende beantwoord hebben. Lisa, hebben we er nog één? We hebben er nog één, ja. Is het voor iedereen haalbaar, is de vraag. Mensen met bijvoorbeeld een klein netwerk of laag niveau. Wordt het meer individuele? Wordt het meer individueel, sorry? En gaat de gewone groepsgerichte dagbesteding opgeheven worden? Misschien kunnen we deze even splitten.
Ja. Dus is het voor iedereen haalbaar, hè? Voor mensen met een klein netwerk of laag niveau? Bij Zonnelaan 100, klein netwerk, laag niveau? Ja, ik weet van mezelf dat ik heel optimistisch ben, maar ik ben ook denk ik wel altijd iemand die kijkt naar kleine stappen. En ik denk dat we het met elkaar wel eens vaker over gehad hebben. Laten wij onszelf kampioen maken in zo groot mogelijke kleine stappen. Dus kijken om te beginnen, wie is iemand, wat kan iemand en waar liggen de behoeften. En als dat de hond van de buren uitlaten is, kan dat. Maar ook om te beginnen iemand naar binnen halen, om samen naar buiten te gaan, zou ook al een stap kunnen zijn. En als iemand een klein netwerk heeft, is het dus zaak om met de mensen die er wel in dat netwerk zijn, het netwerk uit te bouwen, te kijken waar mogelijke vrijwilligers iets kunnen doen. Juist misschien in de buurt van de kerk. Van, hè, om, dat is dan precies onze taak, denk ik, daarin. Ja. Ja, dat is helemaal waar. Ja. Ja, en dan het tweede gedeelte was... Of de gewone groepsgerichte dagbesteding opgeheven gaat worden. Ja, volgens mij is dat eigenlijk, als we kijken naar persoonsvolgend, als er geen belangstelling voor is vanuit de mensen die we allemaal steunen, dan ga je dat opheffen. Maar ik denk niet dat dat nodig is. Ik denk dat er nog genoeg mensen zijn die daar gebruik van willen maken. Dus ja, we gaan kijken straks, wat is nodig? Waar hebben mensen behoefte aan? En wat sluit aan bij de vraag die wij krijgen vanuit de mensen die we allemaal steunen? Mag ik iets kleins toevoegen? Ja? Dagbesteding blijft natuurlijk een onderdeel van die participatieladder. En ik denk... dat we dagbesteding zouden moeten kunnen gaan zien als opstap en als vangnet, maar voor sommige mensen als hoogst haalbare. Dus misschien zal het wat dynamischer worden en wat een ander doel krijgen. Misschien een andere vorm, hè, passend bij die pijlers. Maar het is onderdeel van die participatie. Dus ja, ik denk dat de dagbesteding aan zich nooit zal verdwijnen. Daarbij is dagbesteding natuurlijk een financieringsvorm die daarachter ligt. En hoe wij daar invulling aan geven, willen wij doen aan waar we nu mee bezig zijn. Ja. Is dat denk ik wel. Dat zeker verwoord. Ja. Dan nog, er kwam nog een vraagje. Hoe gaan de cliënten op hun participatieplekken begeleid worden en door wie? Dat kan op heel veel verschillende manieren. Ja. Daar krijgen we straks echt alle mogelijke varianten op. Dat kan zijn in de manier zoals het nu gaat. Dat kan ook zijn. Jeffrey, door wie wil jij begeleid tijdens je werk? En nu door Jamie, en als hij er niet is, is het door iemand van het wonen zelf een PO'er. Okay. Of iemand anders. Dat kan echt heel erg fluctueren. Ja. En Doorn, had jij een werkbegeleider van de gemeente of niet? Wie had je toen? Ja, toen had ik ook Jamie, maar ik heb ook een paar keer gehad dat op een gegeven moment dat die keer niet kon. Dat gewoon bijvoorbeeld mensen vanuit de gemeente, de bouwers het zelf gewoon net gaan delen met het team. Ja. Gewoon echt in noodgevallen. Ze waren wel van op de achtergrond, maar ja, we deden gewoon ons ding. Ja. Maar ook die illusie is mogelijk. Ja, dan gebeurt er natuurlijk nog een hoop begeleiding bij de onderaannemers. Ja. Ik kijk even naar Lisa, die daar alles van weet. We hebben mensen die ook gewoon bij bedrijven werken, waar ze eigenlijk gewoon de ondernemer waar ze werken, of het bedrijf waar ze werken, een stukje van de begeleiding doen. Ja. Zijn wij het vangnet, hè? Dat zie je bijvoorbeeld bij Nu Doen, Benschop, naar allerlei locaties waar we dat soort dingen al doen. Daar is een soort vangnet, kunnen ze altijd terugvallen. Ja. Dus dat is eigenlijk ook iets wat we als participatie gaan doen. Eigenlijk dat alle thema's die nodig zijn, alle variaties op het thema begeleiding, om te zorgen dat we het zo normaal mogelijk doen en mensen zo normaal mogelijk mee kunnen doen in de samenleving. En dat betekent ook maatwerk. Hebben we nog een vraag? Nee, we kunnen door. We kunnen door. Mooi. Nou, dan ga ik naar het afrondende gedeelte. We kennen waarschijnlijk allemaal weer iemand die we gunnen om meer betekenis aan zijn leven te geven. Iemand waarbij het tot nu toe nog niet zo goed gelukt is als je zou willen. En in de komende maanden zullen wij binnen Abrona verschillende participatiepunten komen. Ik loop even naar het scherm toe, want daar hebben we al een logo voor. En een participatiepunt. We beginnen met een participatiepunt. Ik kijk nu recht op uit de kringloop in Sterrenberg. Het wordt een plek waar je terecht kan met al je vragen over participatie. Ja. Kijk je erin? Een plek waar familie en vrienden terecht kunnen, waar cliënten terecht kunnen, maar waar ook alle collega's van Abrona terecht kunnen. De openingstijden worden nog gecommuniceerd. Je kan bellen, je kan mailen. Als je gaat mailen, dan krijg je een keurige reactie van Marjan van Meulen of een van de collega's. En we gaan ook meerdere participatiepunten openen in de loop van de tijd. Dus dat betekent ook dat we straks misschien in Boerden of bij de Bossenwaard of al die plekken participatiepunten openen, waar mensen terecht kunnen met vragen. En dat gaat natuurlijk geleidelijk aan, want ja, Keulen en Aken zijn niet op één dag gebouwd, heb ik wel eens geleerd.
Dus dat moeten we geleidelijk aan doen. We hebben de Gemma-pagina, die voorheen Zinvolle Dag heette, die heeft Piet al voor ons omgedoopt en die heet tegenwoordig Participatie. En we hebben nu al vragen die je kan stellen op het e-mailadres participatie@abrona.nl. Zoals ik al zei, Keulen en Aken worden nu op één dag gebouwd. Dat geldt ook voor de afdeling Participatie. We gaan nu beginnen met de start van de afdelingen. Voordat we op volle sterkte zijn en iedereen kunnen helpen, zijn we een aantal maanden verder. Maar je kunt zelf al heel veel doen. Neem gerust contact op met het participatiepunt als je vragen hebt over bijvoorbeeld onderaanneming, vrijwilligerswerk of samenwerkingen met bedrijven. Voordat we deze week of zo meteen gaan afsluiten, wil ik graag een muziekvideo laten zien van Isabel en Daan. En Isabel is een dame die we kennen. Zij krijgt ondersteuning vanuit Abrona en Daan die ken ik vanuit mijn vorige baan goed. Daan Kettelerij, hij werkte bij Theater Totaal, maar hij was ook artiest bij Cardo Artiestenbureau, waar ik hem van ken. En ze hebben samen een liedje gemaakt over zelfregie. Je gaf het net al aan, Jeffrey, dat je dat zo belangrijk vindt. En dit liedje vertelt in 3 minuten 15 precies wat Isabel belangrijk vindt. Piet, wil jij het liedje instarten voor ons? Ja. Dames en heren, welkom bij de balie voor tips en veel advies. Hallo mevrouw. Hallo meneer. Leuk dat u hier zit zo aan een balie. Hallo meneer. Hallo mevrouw, wat kan ik voor u doen vandaag? Nou, fijn dat u het vraagt. Ik zou graag mijn eigen medezeggenschap bij u bestellen. Maar mevrouw, dat zal ik u vertellen, zoiets kunt u niet bestellen aan een balie. Meneer, dan heb ik een probleem. Ik wil graag meer bepalen in mijn eigen leven. Wat ik 's avonds eten ga, hoe laat ik straks naar bed toe gaan en of ik op een dag misschien verhuis naar Amsterdam. Dat u nog steeds zit aan mijn balie. Hallo meneer. Hallo mevrouw, wat kan ik voor u doen vandaag? Nou, fijn dat u het vraagt. Ik zou nog steeds graag eenmaal medezeggenschap bij u bestellen. Maar mevrouw, het zijn geen frikandellen, zoiets kunt u niet bestellen aan een balie. Mevrouw, ik geef u graag advies, gaat u maar naar huis en zeg: hallo, beste begeleider, ik ben een vinger in de pap, ik wil mijn medezeggenschap, ik wil stem hebben in de keuzes, die gaan over mijn bestaan. Meteen de juiste stap. Ik regel in een klap mijn eigen medezeggenschap. Dames en heren, dank u wel voor uw aandacht. Thank you.
Met deze video zijn we aan het einde gekomen van deze bijeenkomst. Ik wil iedereen hier aan tafel ontzettend bedanken. Piet ontzettend bedanken voor de techniek. Lisa en Ilonka voor de chat. Marjan voor de autocue. Hendrik Jan voor de presentatie. En Marieke en Mirjam voor de steun die we hier hebben ervaren. Ontzettend leuk om dit gewoon met allemaal eigen mensen en eigen middelen vanuit onze eigen organisatie te doen. Na de vakanties, vanaf het tweede deel van september, dan gaan we ook de locaties bezoeken. En dan gaan we met elkaar in gesprek om eens te kijken van hoe kunnen we nou die participatie met elkaar vorm gaan geven. Ik hoop dan mensen allemaal in eigen persoon te ontmoeten. En ik wil jullie allemaal ontzettend bedanken voor het kijken. Zoals ik al zei, deze video komt op intranet te staan. En er komt ook een link om op internet te bekijken voor degenen die het nog terug willen zien. Of degenen die het hebben moeten missen. Dat gaan we nog uitgebreid communiceren. Ontzettend bedankt voor jullie aandacht en participatie. En hopelijk tot gauw en heel veel succes met alle werkzaamheden. Dankjewel en dank allemaal hier aanwezig. Succes.